Yo, ik kreeg de vraag om enkele tips en tricks mee te geven voor als je geen materiaal hebt, maar toch graag je mobiliteit en je kracht wil trainen. Dus hierbij 4 oefeningen om aan kracht en mobiliteit te werken zonder materiaal. Let's go! De eerste oefening is de diagonal stretch. Waarom raad ik die oefening aan? Ik vind dat die oefening een heel goede combinatie is van een actieve stretchbeweging. En wat bedoel ik daarmee? Je kunt passief stretchen, bijvoorbeeld door een gewicht, een extern gewicht te gebruiken of je lichaam als gewicht te gebruiken om een stretch aan te houden. Maar er zijn ook andere manieren om te stretchen. Dit is zo een vorm van actieve stretch, omdat je spieren wel een soort contractie gaan doen, een excentrische contractie, terwijl dat ze in een gestretchte, een uitgerokken positie zitten. Dus de eerste diagonal stretch. Wat doe je daarbij? Stap 1, je zet je voeten in 90 graden tegen elkaar. Dan gaat je met 1 voet naar achter gaan, ongeveer op de lijn van je voorste voet. Van daaruit gaat je draaien met je romp naar de kant van je voorste been. En wat bedoel ik daarmee? Als je linkerbeen voor staat, ga je naar links draaien. Als je rechterbeen voor staat, gaat je naar rechts draaien. Dus je draait. Van daaruit laat je jezelf zakken en gaat je de hiel van je achterste voet proberen tikken. De truc erbij is dat je je voorste been zo gestrekt mogelijk probeert te houden en dat je dus echt je geplooide been gaat gebruiken door daar te buigen, te zakken en ondertussen je heup, je quadriceps te stretchen. Als het niet lukt om je hiel te tikken, kun je altijd nog iets hoger gaan en je kuit proberen tikken. Moest dat ook nog niet lukken, kun je proberen om je voorste been een klein beetje meer geplooid te houden. Maar probeer dan wel zeker die stretch aan te houden en niet te veel naar voren te leunen. Dus dat is de diagonal stretch. Heel goed voor je heupcomplex en je quadriceps. Nummer 2 is de single leg deadlift. Ik raad deze beweging altijd aan in combinatie met de diagonal stretch. Omdat diagonal stretch gaat de voorste keten gaan aanspreken, de voorkant van je lichaam. De single leg deadlift gaat eerder de achterkant van je lichaam gaan aanspreken. En het principe is een beetje hetzelfde. Je gaat een gestretchte positie aannemen, maar ondertussen daar wel druk op uitvoeren, waardoor dat je spieren een excentrische contractie gaan doen. Dus ook een vorm van actieve stretch. Nu, hoe doe je de single leg deadlift? Bij de single leg deadlift, ik heb gezegd in het begin van de video zonder materiaal, maar ik heb eigenlijk gelogen. Als er één iets is dat je misschien nodig hebt, dan is het een stok. Dweilstok, bezemstok. Een stok. En dan zijn er 3 raakpunten. Je hoofd, je bovenrug en je onderrug, je staartbeen. 3 raakpunten blijven heel de tijd in contact met de stok doorheen de beweging. Als je die 3 raakpunten kunt bewaren, is er een heel grote kans dat je de oefening of de beweging juist aan het uitvoeren bent. Dan, je staat op 1 been, heb de stok tegen je rug. Het been waar je op staat is lichtjes geplooid, dus je knie is niet volledig gestrekt, maar blijft wel in die positie doorheen de hele beweging. Je gaat naar voren buigen met je romp en tegelijkertijd gaat je achterste been omhoog komen. Onthoud dat die 3 raakpunten de hele tijd in contact moeten blijven. Je komt naar voren met je romp, je been gaat omhoog. Je gaat normaal gezien een stretch voelen in het been waar je op staat. Je voelt die stretch, houd die 2 seconden aan en je komt terug recht gecontroleerd. Voilà, dat is de single leg deadlift. Dan, de derde oefening is een squat variatie. Nu, hoe doe je die squat? Hoe doe je die rotatiesquat? Je gaat met je benen iets breder dan schouderbreedte staan. Je legt je handen in je heupen. En van daaruit gaat je eigenlijk je voeten blijven op dezelfde plek. Maar je gaat ze wel ter plekke ronddraaien, waardoor je uiteindelijk achter je kijkt. Je benen zijn gekruist. Dan gaat je doorzakken. Je knie van je achterste been gaat volledig plooien en naar voren komen. Probeer zo laag mogelijk te gaan. En van daaruit draait je terug recht. Belangrijk om op te letten bij deze beweging is echter dat je bij het zakken niet te veel in elkaar zakt, maar probeert je rug lang te houden. Dus je draait terug recht, van daaruit kun je om verder draaien en in de andere richting doordraaien. Weer handen in die heupen, probeer die rug lang te houden en terug recht komen. Dit is een specialere variatie van de squat. Als dat niet direct lukt, geen probleem, pak je tijd ermee. Het vraagt ook een beetje coördineren en structureren van je lichaam. Als volgende de single leg squat of rear foot elevated split squat of de Bulgarian split squat. Ik heb er al heel veel namen voor gehoord. Ik ga het gewoon bij single leg squat houden nu. Wat gaat je doen? Je staat op 1 been, je andere been ligt op een verhoog achter u. En eigenlijk simpel van daaruit gaat je naar beneden zakken
en terug omhoog komen. En daarbij mocht je denken aan een lift en niet aan een roltrap, want ik wil dat je recht naar beneden komt en recht omhoog gaat. Als je zakt, wat ik vaak zie, is dat mensen dan vanuit de tippen van hun voeten gaan duwen. Probeer die hiel op de grond te houden. Dus vanuit je hiel omhoog te duwen. Soms kan het helpen om je voet iets meer naar voren te zetten, zodat je hiel eigenlijk altijd contact heeft met de grond. Oké? Ik wil nog een laatste tip meegeven. Voor moest het te gemakkelijk worden zonder gewichten, kun je je oefening eigenlijk moeilijker maken door te gaan spelen met de time under tension. Dus de tijd van hoe lang dat je spier onder spanning staat, onder stress staat. Een voorbeeld daarvan is bij de single leg squat kun je bijvoorbeeld, om het moeilijker te maken, heel traag zakken, vijftal seconden, en dan pas omhoog komen. Je gaat merken dat het al veel moeilijker is dan als je het gewoon op een consistent tempo doet. Dus het 5 seconden zakken, dat heet een focus op het excentrische gedeelte van je beweging. Als je zakt, wat je ook kunt doen, is zakken, dan in het diepste van je beweging pauzeren, een vijftal seconden, en dan terug recht komen. Dat is de focus leggen op het isometrische gedeelte van je contractie. En dan gaat je ook merken dat het veel moeilijker is. Wat je als laatste nog kunt doen, is focus leggen op het omhoog komen, het concentrische gedeelte van je beweging. Dat is eigenlijk het explosieve gedeelte van je beweging. Door bijvoorbeeld in je single leg squat weer te zakken en omhoog te springen. Dus springt en je landt terug. Dus dat zijn eigenlijk al heel veel manieren om oefeningen te doen zonder dat je gewichten nodig hebt. En dat kan al heel uitdagend worden. Je kunt daar eigenlijk al heel ver mee ontwikkelen zonder dat je effectief gewichten nodig hebt. Dus 4 oefeningen. De diagonal stretch. Stretch van het voorste gedeelte van je lichaam, vanuit je heup. De single leg deadlift. Stretch vanuit het achterste gedeelte van je lichaam. De rotatiesquat. Een keer een heel andere soort beweging. Heel goed voor je knie, je enkel, je heup. En de single leg squat, waarbij je dan kan spelen met hoe lang dat je bepaalde posities gaat aanhouden om het eventueel moeilijker te maken. Dus dat zijn een paar tips en tricks die ik zeker zou meegeven. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Like, comment en subscribe als je op de hoogte... Like, comment en subscribe als je op de hoogte wilt blijven. En tot de volgende keer.